Ondernemer Yu Chu van restaurant Onderweg in Almere zit met de handen in het haar. Zijn wegrestaurant is sinds de verbreding van de snelweg A6 minder goed bereikbaar en het bedrijf is bovendien nauwelijks nog zichtbaar. Chu wil daarom, net als zijn buurman McDonald's, een hoge reclamemast plaatsen. Maar dat mag niet van de gemeente. Ik zou heel graag willen dat de gemeente wel meedenkt aan ondernemen. Of moet gewoon zeggen, hey Yu, je moet de zaak sluiten, je pand moet weg. Ja, en val ons niet lastig, dan weet je waar je aan toe bent. Maar niet ondernemen laten stikken. Zegt u, als die mast er niet komt, dan ga ik het niet redden? Nou, dat is wel zeker, denk ik. Er is nu een metershoog taluut opgeworpen tussen de snelweg en het restaurant. Ook zijn de op- en afritten verplaatst. Op- en afrit is uit elkaar gehaald. En nu zitten tussen de eerste en de laatste. En de twee, aan die andere kant is, ik schat iets van rond de 3 kilometer. En dat is niet logisch en niet normaal. En volgens mij zijn wij de enige in Nederland die zoiets hebben. Om automobilisten te laten weten dat hij er nog zit, is een 22 meter hoge reclamemast belangrijk, zegt Chu. Maar zijn aanvraag is afgewezen. Zo'n mast zou volgens de gemeente afbreuk doen aan de omgeving. Ook zegt de gemeente dat er geen 2 reclamemasten mogen staan. Op veel andere plekken mag dit wel, zegt Chu. Zoals verderop langs de A6 bij Lelystad. Hij vindt het dan ook oneerlijk dat McDonald's nu wel een mast heeft en hij niet. Ja, ik zei een Calamero. Ja. En ik denk gewoon, ik begrijp het niet. Ik begrijp wel, maar het is gewoon heel... ik gooi niet op discriminatie, helemaal niet. Maar ik vind wel, als je ziet dat die grote ondernemers en keten, dat ze daar toch misschien geheime afspraken hebben. Ik zeg niet dat zo is, maar zo komt bij mij wel over dat zij heel veel voor elkaar kan krijgen en wij niet. En dat moet niet kunnen. Chu kan nog bezwaar maken tegen de weigering van de reclamemast. Als het besluit van de gemeente definitief wordt, zou hij ook nog naar de rechter kunnen stappen. De ondernemer hoopt dat het zover niet hoeft te komen. Loop een keer langs, kijk wat hier gebeurt. En niet alleen achter de bureau plannen schrijven en los van mensen, hardwerkende mensen, dat te bepalen.